Zo, ja, goedenavond. Ik heb het allemaal weer voor elkaar gekregen om online te komen. En jullie komen ook binnen, zie ik. Hallo. Gezellig weer, het is weer een hele grote groep in één keer. Leuk. Nou, zaterdag gingen we met de jelly plate en vanavond gaan we weer een kaartje maken. En dan wilde ik vanavond de sketch, aan de hand van een sketch een kaartje gaan maken. Dat wilde ik eigenlijk al een tijdje en nu hadden we op ons blog een challenge met een sketch. Ik denk, nou, dan kan ik het mooi even combineren met elkaar. Dan kan ik het even laten zien hoe dat werkt. En kan ik jullie meteen het blog uitleggen. Want dat is wel leuk als jullie dan ook mee gaan doen aan die challenge. Nou, even hier nog de reacties op de iPad. Dan zie ik aan twee kanten. Ja, goed. Dus de sketch die ik vanavond ga gebruiken, dat is deze. En ik werk zelf best wel graag met een sketch. En met name op momenten dat ik niet zoveel inspiratie heb. Dan haal ik van Pinterest een sketch, daar staan er ook een hele hoop op. En dan kan je eigenlijk heel simpel gewoon, ja, eigenlijk doen. Ja, dat ga ik uitleggen. Dit is eigenlijk, op dit kaartje staat precies hoe je layout moet zijn, zeg maar. Dus daar ga ik zo meteen uitleggen hoe je daarmee kunt spelen. En dan is dat fijn, dan hoef je zelf niks te bedenken. Je gaat gewoon deze layout namaken met het papier wat je zelf in huis hebt. En ja, dat is gewoon leuk. En dat ga ik vanavond doen met de 49th & Market lijn, de Blossom lijn. Want ik was heel eventjes klaar met al het oranje en geel en kleuren waar ik niet zo vaak mee werk. Ik moest echt even een keer weer iets roze gaan maken. Dus sorry voor degenen die niet van roze houden. Je kunt natuurlijk met elk kleurtje en met elk papiertje wat je in huis hebt mijn creatie meemaken, want dat laat ik zo meteen ook zien. Maar dit vond ik echt, ja, toen Janine die een paar weken geleden in de Showtime liet zien, was ik gelijk al aan het bestellen. Al voordat ze klaar was met de Showtime had ik mijn mandje al gevuld. Er zitten filmstrips bij, leuke tickets en postzegeltjes zitten erbij. Het designpapier laat ik zo zien. Er zitten van die leuke rubrons zitten erbij. En dan zitten nog die-cuts velletjes, leuke ja, strikjes en vlinders en borders. Die zitten er ook bij. Dat zijn twee van die vellen die je zo uit kunt klappen. Dus daar gaan we er lekker bij gebruiken. Dit gaan we even aan de kant leggen. Papier laat ik zo zien als we gaan uitkiezen wat we willen gaan maken. Oh, fijn. Kijk, er is al iemand ook met deze layout bezig. Nou, als jullie op het blog hebben gekeken, dan zien jullie dat daar vanuit het designteam ook een aantal voorbeelden bij staan. En deze was die van mij. Ja, inderdaad. Degene die geen roze willen zien, die zetten het beeld maar op zwart-wit. Maar dit was mijn voorbeeld. Eigenlijk sec nagemaakt wat je hier ziet staan. Dus het is een vierkante kaart met een cirkel. Dat is deze. Met een borderrand. Nou ja, die is een beetje weggevallen achter mijn vlinder. Maar goed, dat is, hij zit er. Ik heb hier een kaartje. Daarachter zit een kaartje. En hier die schuine kaartjes zijn bij mij mijn tickets geworden. En dan heb ik hier een vlinder en hier een vlinder. Dus deze heb ik bijna één op één nagemaakt. Dus dat is eigenlijk het idee van een sketch. Jij je pakt je papier en je materialen erbij. En je gaat, ja, de layout namaken. Maar wat vind ik nou altijd leuk om te doen, want dat mag natuurlijk ook. Je kunt hem ook anders maken. En dat is deze kaart. Dan heb ik feitelijk de sketch gespiegeld. Dus ik heb het eventjes met de computer uitgeprint om het zo wat makkelijker te laten zien. Dus ik heb in Word even mijn pagina gespiegeld. En die heb ik dan dus op deze manier nagemaakt. Dus wat krijg je dan? Dan heb je hier de cirkel, hier het kaartje. Daar een kaartje erachter, een schuin kaartje erachter en hier die border. En in plaats van een vlinder, want dat is een richtlijn, maar jij hoeft helemaal geen vlinder te gebruiken. Pak wat je hebt. Dus ik vond dit plaatje hier wel leuk bij passen.
En hier en daar nog een beetje iets extra's toegevoegd. En dan ja, heb je deze. Dus mogelijkheid nummer 2. Maar we hebben ook nog mogelijkheid nummer 3. Want je kunt hem nog een keer spiegelen. Dit is die eerste. En als je die zo neerlegt, dan heb je je layout zo. Nou, ik moest nog een kaartje hebben voor een collega die van de week 40 jaar in de zorg is. En toen dacht ik, oh, dat is wel leuk om daar deze layout voor te gebruiken. Nou, weer hetzelfde. Een vierkante kaart. Hier zit de cirkel. Het kaartje. Hier die twee kaartjes erachter. Hier die border. En in plaats van de vlinders heb ik hier bloemetjes gebruikt. En de titel, die staat hier in het kaartje. Dus eigenlijk ook weer gekopieerd, maar je hebt meteen een andere kaart. Nou, toen dacht ik, dat kan dan dus nog, ook nog zo. Nou, en dan wil ik weer laten zien dat je niet per se de vierkante kaart aan hoeft te houden. Dat had Rianne ook als voorbeeld gedaan. Dit is een layout op mijn, voor in mijn art journal, hè, dat ik kan bewaren wat ik gekleurd heb. Voor degenen die zaterdag gekeken hebben. Dit is niet met designpapier gemaakt, maar met het jellyprint velletje wat ik van de week gemaakt heb. En dan heb je hem zo. Dus hier, de cirkel zat in mijn jellyplate, dus die is deze keer iets minder aanwezig, maar hij zit er wel. Dan heb je hier weer dat kaartje, met nog een kaartje erachter, het schuine kaartje. Hier de border. Hier zit de vlinder. En hier zit dan die vlinder die hier omhoog piept, heb ik als bloem gedaan. En een tekst. Dus eigenlijk kan je dus met één sketch al vier verschillende layouts maken. En als je ander papier pakt, heb je dus viermaal ja, gewoon echt iets anders gemaakt. Leuk hè? Dus daarom is een sketch eigenlijk, ben je eventjes dat je denkt van pff, ik weet het allemaal niet. Nou ja, en je doet allemaal niks omdat je niks kunt verzinnen. Pak er een sketch bij. En nou, in dit geval pak er deze maand deze sketch bij. Want dan kan je meedoen met onze challenge. Zo, dat was even het verhaal van de sketch. Dus iedereen die er nog niet bekend mee was. Ik hoop dat jullie hier wat aan hadden aan deze tip. En dan gaan we nu de kaart maken. Ik zet dit eventjes maar hier neer. Zo. Het papier van 49 and Markets. Ik ga er eventjes doorheen bladeren. Het is best wel dik papier. Staat er op welk gewicht het heeft? Het is dikker dan andere designpapier. Ja, het staat ook wel op heavyweight. Goed. Deze is al heel mooi met bloemen aan de zijkant. De achterkant hebben ze hier ook allemaal een beetje grunge gedaan. Maar dan rustiger dus, zeg maar. En van elk velletje zit er twee keer in. Deze is ook mooi met die bloemen. Hier een hele leuke nog waar wat vlinders en bloemen met een beetje andere kleur bij komen. Deze ook. Kijk, die lijkt er een beetje op. Maar is toch weer anders. De achterkantjes vind ik ook echt heel erg mooi. Deze heb ik gebruikt. Oh ja, dat is. Kijk, deze heb ik hier gebruikt. Toen kwam dat vlindertje nog leuk in mijn cirkel terug. Vond ik wel grappig. Deze. Is ook nog een velletje. En dan heb je bij deze, is ook wel grappig, hebben ze er ook nog een paar in landscape in zitten. Dus, dat is het papier. Maar nu gaan we nog kiezen welk papier we gaan gebruiken. Dat is altijd even lastig, hè? Ik heb net al gekeken. Ik kwam er eigenlijk niet zo goed uit. ik ga even met jullie meekijken wat ik ga doen. Mijn basis ga ik 15 bij 15 maken. En dan komt mijn designpapiertje op 14,5 bij 14,5. Dus ja, er komt natuurlijk van alles op. Dus we moeten eventjes kijken dat we het papier zo kiezen dat we niet alles dadelijk ondergeplakt hebben. Hè? Dus ik zou ervoor kunnen kiezen. Omdat ik hem gewoon nu in de layout maken zoals die opgegeven staat. Dus aan deze kant kan iets staan. Aan deze kant moet ik eigenlijk niet iets hebben staan, want dan plak ik toch van alles overheen. Hè? Dus dit velletje zou eventueel een kanshebber zijn. Dan is dit velletje eigenlijk weer zonde om te doen.
Deze vind ik eigenlijk te druk met dat geel om hierbij. Daar heb ik nu even geen behoefte aan. Deze heb ik gebruikt, maar die is zo... Ja, daar komt denk ik de cirkel overheen. Dus die gaat ook weg. Dus dan is het mogelijk deze zo. Oh, wacht. Ik ga deze gebruiken. Want hier hou ik dadelijk natuurlijk een stukje voor over. Ik pak deze. Ja, je, inderdaad. Je, zoals er nu met die... Hoe heet ze? Die ATC-kaartjes. Zou je inderdaad ook een challenge kunnen doen. Elke keer, elke maand met een andere sketch. En dan een opdracht geven. Iets in de kleur nog erbij. Of steeds een andere layout. Waarom pak ik nu dit velletje? Mijn pagina moet 14,5 bij 14,5 zijn. Dus ik hou hier zo meteen dit strookje over. Om eventueel dit kaartje van te maken. Dat was wat ik in mijn hoofd had. Nou, we gaan eerst eens even op 14,5 snijden. En dan gaan we hier natuurlijk niet de bloem afsnijden, maar dit randje. Zo. En dan moet er natuurlijk nog een basis onder van 15 bij 15. Daar had ik bij dit papier uitgekozen dat daar de Old Pink van Car Deco wel mooi bij past. Dus die gaan we op 15 bij 15 snijden. Je kunt hem natuurlijk ook een maatje kleiner maken als je zegt ik wil niet zo'n grote kaart maken. Maar dan, ik vind 15 bij 15 wel prettig, want dan kan je er net ietsjes meer op plakken. Hè? Nou, dan hebben we de basis in principe al klaar. Kijk, en ik heb nu designpapier als basis, maar bij die rode heb ik gewoon... Een rood velletje als basis. Dus het, je hoeft niet per se de eerste stap met basispapier te, met een designpapiertje te doen. Dat is wat je maar wil, hè? Zo. Nou. Dan ga ik nu eventjes kijken. Ik had dit kaartje hierover. En die is van maat. Nu net geen 6. 5,9. Dan mag je natuurlijk helemaal zelf weten hoe... welke mate je hiervoor pakt. Als je maar een beetje uitkijkt dat dit op de helft ongeveer uitkomt. Zou je ook nog ietsjes uit kunnen smeren. Als je je layout ook een klein beetje aanpast. Nou, we gaan nu maar een klein beetje... Dus deze vind ik wel een leuke voor hier terug te laten komen. Ja, dat gaan we doen. En dan leg ik het er eventjes zo neer om te zien hoe hoog ik hem dan wil gaan laten. En dan mag hij zijn 8. Ik ga hem 8 maken. Ja, ik maak een enkele kaart, want hier komt een standaard achter straks. Want dit is allemaal al best wel veel, veel laagjes. En dan denk ik altijd, als je dan ook nog een dubbele basiskaart doet, dan wordt het nog zwaarder. Dus dan doe ik straks een standaardje maken. En die heb ik al wel eens ooit meer gemaakt. En dan heb ik hem hier niet liggen, denk ik, mijn voorbeeldje. Dus dan moet ik even kijken. Ik nog uit mijn hoofd weten hoe groot en hoe ik dat moet maken. Dus komt er later nog. 8 bij 6, zeg maar, heb ik hem. Hè. Dus mochten jullie echt mijn maten naar willen doen, dan is deze 8 bij 6. Nou, die valt nu een beetje weg op deze kaart. Dus die ga ik alvast matten. En dan hoeft er maar een heel klein matlaagje bij. Dus dan doe ik 6,4. Ja, 49 en mark it, de blossom. 6 bij 4, 8 bij 4. Wordt mijn matlaagje. Nou, die komt hier. Dat is al... Vanuit dit gaan we uit, hè? Had ook gekund, hè? Want er gebeuren natuurlijk ook wel eens bloopers in onze lives. Maar deze keer was het bewust zo gegaan. Dat ik een enkele kaart maak. Goed. Wat is er nu nog nodig? Nu is er nodig... Een rechthoek.
die weer recht achter dit kaartje komt. Nou, dan ben ik ook nog met ander papier aan de slag geweest. De Shades of Love zit ook heel veel roze bij wat we erbij kunnen doen. En in dit kleine blokje Fruity zit ook heel veel roze in wat erbij past. Dus hier kunnen we nu nog heel eventjes gaan kijken of we daar nog iets uit gaan halen. En inderdaad, er mag een iets hardere kleur onder. Hè? Op zich geeft hij hier ook aan dat dit ook een andere contrastkleur zou kunnen zijn. Ja, dat is ook aan jou. Even kijken hoor, jullie zijn al zoveel aan het typen. Oh zo, ja, echt, ja, dat is een designpapiertje op een onderkleurpapiertje, dat heet matte. Sorry, inderdaad, die was ik eventjes... Even kijken of ik deze al leuk vind. Ja, ik denk het wel. Ik heb natuurlijk nog restjes liggen van gisteren. En dit is ook nog een mooi roze stukje wat ik als die voor die kan gebruiken. Dus dan ga ik deze twee erbij pakken. En hier moet ook nog een stukje zijn. Ligt hier ook nog een restje. Dan doe ik die misschien van deze. Dan hoef ik geen nieuw velletje aan te breken. Dat is altijd, jullie kennen mij intussen, dat vind ik zonde. Maar ik moet ook de cirkel nog maken. Dat past hier weer niet uit. Oh, maar die kan ik van deze doen. Ja. We doen het zo. Nou, gaan we zo eventjes kijken. Deze is dus groter. Die moet dus groter zijn dan deze. En die hebben ze in het hoekje liggen. Dat hoeft daar natuurlijk niet helemaal. Maar we kunnen eventjes zien. Dus die mag wel zijn. De vorige was 8. Dat ik deze 10 maak. Ja, groen doe ik denk ik in de blaadjes. Want ja, in mijn hoofd werkt dat niet zo lekker als ik er nou zo'n contrastkleur bij pak. Maar dat kan ik straks inderdaad wel met de blaadjes. Maar ik ga kijken. Misschien, want jullie hadden van de week ook een goed idee met het oranje. Dus misschien komt er nog wel groen bij. Wie zal het zeggen? Er zit trouwens groen hierin. Dat is toch heel... Ja, ik ga gewoon even met jullie mee. Dat is altijd wel leuk als je zo samen zit. Oh ja, dat is misschien toch wel leuk. Jongens toch? Ja, dank je. Oh ja, er zit... ik heb groen aan de achterkant, mensen. Waarom doe ik zo moeilijk? Ik heb hier gewoon groen. Ja, dit is leuk. Nou, dank jullie wel, dames. Ja, deze... Dat is misschien ook nog even... Ik heb wel gezegd, inderdaad. Deze is de sketch die van deze maand in onze... op blog van Hobby Vision loopt. Dus als jij naar onze blog gaat... hobbyvisiondt.blogspot.com, dan vind je aan de rechterkant een bannertje. En daar staat challenge op. En elke 20ste van de maand... komt er een nieuwe challenge uit, waar je aan mee mag doen en waar je een prijs mee kunt winnen, 10 euro. Een waardebon van 10 euro bij Hobby Vision kun je dan winnen. En dan, dan kan je dus deze maand deze maken. En inderdaad, ik heb gezegd, ik heb hem uitgeprint van de computer. Hij staat natuurlijk, je kunt die gewoon eraf halen van onze site. En ik heb hem even uitgeprint, omdat ik hem anders niet aan jullie kon laten zien tijdens de live. Maar op de computer staan ook heel veel andere sketch. Bij Pinterest en zo allemaal, hè? Even kijken. Nee, je mag ook gewoon de sketch maken. En gewoon als jij deelt in de groep en verder niet meedoet op het blog, dat is aan jou. Maar dan mis je misschien de kans om 10 euro te winnen. Maar je bent natuurlijk niet verplicht om hem op het blog zelf te zetten. Dat is ook nog even misschien, nu we dan toch nog even over het blog hebben. Je hoeft geen blog zelf te hebben om op het blog te komen. Je kunt gewoon
ongeacht altijd intypen hobbyvisiondt.blogspot.com en je kunt op ons blog kijken. Elke dag komt daar een idee van het designteam op te staan. Elk designteamlid heeft één keer in de maand de beurt om er iets op te zetten. En je hebt ook tussendoor wordt er nog van alles opgezet. Elke ochtend om 7 uur komt er weer een vers berichtje te staan. En als jij geen blog hebt, dan staat er boven op de pagina challenge kaart plaatsen als je geen blog hebt. Als je daarop klikt, krijg je hele uitleg hoe je dat kunt doen. Maar zet hem vooral in de groep als jij het na gaat maken. Want dat is sowieso heel erg leuk. Want ja, dan hebben we jullie weer geïnspireerd met iets, hè? Maar inderdaad, hier, het groene is hartstikke leuk. Dus dat laat ik liggen. Ik was aan het zoeken naar deze die erachter komt. Dat mag dan wel weer roze zijn, hè? Dan is het dan die zachte roze. Nee, dat is die harde roze. Deze wordt het. Nou, in principe staat deze er dus dat hij hier er ook nog onderuit piept. En dan kan ik hem niet zo neerleggen. Dan moet ik hem zo neerleggen. Dus dat moet ik even kijken. Kijk, en dat is een beetje zo passen en meten. Ja, daar wordt de meeste tijd mee versleten, zeggen ze. Oh, ik ga me daar even niet aan houden. Ik snij deze zo eventjes door. En dan maak ik deze, had ik gemaakt. Die is 7,5. Want op deze ook 7,5. Ja, daar staat dus helemaal duidelijk. Jeannette heeft daar een hele duidelijke fototutorial van bijgezet. Dus ga maar eens opzoeken op het blog. En als er vragen zijn, oh, dat is een schuine, dan laat het maar gewoon even weten. Hij is iets kleiner dan 7,5 gewoon. Ik heb een schuin stukje. Kijk, ik leg hem gewoon zo neer. Zo. Kijk, ik heb het nou zo liggen. Ik dit kaartje heb, ik heb dit kaartje en ik heb dit kaartje. Nou moet ik dit kaartje nog hebben. Die moet zo, maar die mag dan wel wat smaller. Die mag wel 4 zijn. Zo. Die leg ik hier. Daar moet nog een border overheen. En we moeten de cirkel nog. Dan ga ik eerst even de cirkel doen. Nou, die kan je op verschillende manieren. Heb jij een stans, een leuke ronde stans. Met werkje mag. En ik heb er nu voor gekozen om die van de week erbij te pakken. Dan ben ik ze weer vergeten te linken. Dus dat zal ik straks nog even doen. Ik had ze, zoals jullie van de week zagen, aan zo'n bintering zitten. Dit zijn stansen van Crealise. Dus die zal ik straks nog even linken. Welke we nog in de webshop hebben. Want ik heb deze. Het was het allereerste merk waar ik mee begon op hobbygebied. En intussen wordt natuurlijk niet alles meer verkocht. Maar goed. Er staan er vast nog wel een paar van in de webwinkel. Ja, de maten mag je helemaal zelf bepalen. Het is wat ik al liet zien. Je kunt vanuit een vierkante kaart gaan. En de maat maakt dan verder helemaal niet uit. En die vlinders, die gaan dadelijk bij mij ook bloemen worden. Dus dat is dan ook een leidraad. Iets moet hier zitten. Een titel graag aan deze kant en een cirkel aan deze kant. Maar wat voor een stans je daarvoor gebruikt, dat hoeft echt geen gewone cirkel te zijn. Kijk maar eens op het blog. Alle collega's die mee hebben gedaan, hebben allemaal een andere cirkel gebruikt. Hij moet er enigszins in te herkennen zijn, de sketch. En ik zag toen straks al iemand die hem al leuk vond toen het zo lag. Wat er bij mij altijd gebeurt als ik een sketch ga maken. Als ik denk van ik heb geen inspiratie. Ik pak er een sketch bij. Ik ga eventjes kijken wat ik wat er van komt. Dan wil het tijdens het maken nog wel eens zo zijn dat ik helemaal iets anders ga maken. Dan komt mijn eigen inspiratie terug. En dan zie ik naar de rand helemaal niks meer terug van de sketch waar ik mee begonnen ben. En
Ja, dat is prima. Alleen ja, dan kan je niet aan een challenge meedoen als je een sketch na moet maken natuurlijk. Maar ja, dan heb je wel lekker genutteld, hè? Ik zie inderdaad iemand ook nog staan dat je vanuit de webshop naar de blog komt. Dat kan inderdaad ook. Nou, kijk, fijn dat je... Ga je naar de webshop van Hobbyvision? Dan staat daar boven, linksboven, als allereerste, staan daar tekentjes. Dus je kunt vanuit daar naar Facebook, je kunt vanuit daar naar Pinterest en je kunt vanuit daar ook naar het blog. Dat is de B. Dus dan klik je daarop en dan kom je gelijk, word je gelijk doorgestuurd naar het blog. Nou, je kunt ervoor kiezen om de cirkel zo te doen. Zou kunnen. Dan moet ik dit kaartje een andere kleur geven. Ik zal het even neerleggen. Ik geef gewoon allerlei opties wat kan, hè? Dat je kunt spelen met de sketch. Dat kan. Het zou kunnen, ook met dit papier, omdat hier die bloemen toch nog te zien zijn. Maar ik vind het toch leuker als ik hem nog eventjes verander. Deze komt eruit. Ja, die was ik kwijt. Hij kwam er ineens. Loopt erin. Ik ga hem zo snijden dat het gewoon naar de binnenrand eruit komt. En in Facebook heeft Tietz vandaag een melding gemaakt over deze challenge. Ja, ik ga er eentje uitstansen, inderdaad. Vind ik zelf ook leuker, Yvette. Ik liet maar even zien dat dat niet per se hoeft. Dus heb jij maar één cirkelstans, dan kan het ook zo. Of heb jij geen cirkelstans, dan kan je ook met een bordje omtrekken en het zelf uitknippen bijvoorbeeld, hè? Dat ook nog. Nou, ik zie aan heel veel reacties dat het blog nog niet zo heel erg bekend was bij jullie. Dus dat is goed dat we dat op deze manier eventjes onder de aandacht brengen. Jawel, is alleen maar goed als jullie meedenken, want daarom heb ik hier nou ineens een groen kaartje achter. Die had ik anders hier echt niet opgehad. Als ik alleen had gezeten. Zo. Ja. Ja. Kan dit ook aan de kant? Nou, dan heb ik nu één onderdeeltje niet. Ik heb hier... die rand die hier zit nog. Nou, dan zou ik in deze lijn ervoor kunnen kiezen. Ja, of inderdaad... Een doedellijntje, Viola, is ook leuk. Als je hier zelf een lijntje doedelt. Ja, heel goed idee. Ook leuk. Wat wou ik zeggen? Ja, zo zie je die bloemen nog door, inderdaad. Dat vond ik, dat was ook het idee. Daarom heb ik het ook zo gedaan. Maar ik wil net laten zien dat het anders kon, hè? Maar inderdaad, nu zie je het designpapier beter. Ik zou een filmstrip kunnen kiezen. Als deze band. Maar ja, die vind ik net iets te roze voor dit papier. Want ik had natuurlijk net laten zien dat wij ook nog van die leuke cut-outs hadden. Oh, wacht, ik zie hier ook nog. Wacht even, ik laat het even zien. Zou je het met deze lijn gaan maken? Ik kom nog even andere ideetjes tegen. Zou je ook nog kunnen kiezen om zo'n kaartje bijvoorbeeld achter... Ik ga het er gewoon uithalen, want het valt er ook allemaal uit ook. Even. Die ik net wil hebben, valt er dan weer niet uit. Ik had ook kunnen denken van, nou, ik doe deze erachter steken in plaats van... gewoon even kijken. Misschien nog wel leuk om dit nou gewoon te gebruiken. Nou, deze is iets te klein. Dus die is als cirkel geen optie. Ja, lint of kant. Dat heb ik zelf gedaan. Even kijken bij deze. Alleen zie je het niet meer zo goed. Onder die vlinder hier zit ook nog een lint. Alleen of kant. Maar dat heb ik helaas helemaal volgeplakt. Die is weg. Of met een pons. Zo'n randpons. Ik zou je ook nog zelf... zo'n band kunnen maken.
Deze zit ook nog dit in. Die is dan weer net iets te flat. Ja. Deze wil ik hier. Die had ik al in mijn hoofd. Die komt dus ook uit die, die die cuts. Ja, dus het ligt er helemaal aan. Welke lijn ga je gebruiken en wat heb je daarvoor onderdeeltjes bij? En je mag hem ook gewoon als een rechte band doen. Ik heb hier trouwens ook nog een idee. Hier heb ik nog een stukje washi tape overheen geplakt. Hier zit een strookje roze en oranje en zwart als band. Alleen, je ziet er niet zo heel veel van als je er van alles op plakt. Dus het ligt er een beetje aan hoe je hem plaatst zometeen. Maar deze gaan we gebruiken. Die vind ik leuk. Deze leg ik aan de kant. Ik leg het ook even aan de kant. Want dat misschien... Nee, dan pak ik dus deze in. Dat wordt dus dit kaartje. Dan gaat deze ook aan de kant. Nou, dan hebben we al heel veel op van de basis. Hebben we al, hè? Ja, dat is... vind ik ook. Ik had nog bloemetjes gemaakt. Ik denk ik kan wel met vlinders werken. Maar ik wilde ook laten zien dat dat dus niet per se hoeft. Dat je daarvan af kunt stappen. Dus hier komt nog een bloem. En hier komt nog... Ja, kijk, en die zit dus onder het kaartje. Hè? Dus dat is wel leuk als die bloem daar dan zo onderuit piept. Ja, en dan vind ik het wel leuk als hier dus nog een bloem erbij komt. Dan mag je dan nog toevoegen. Het is echt niet zo dat je niks extra's mag doen. Alleen, ik zou het niet in deze hoek doen, want in deze hoek staat niks. Dus dan zou ik niet hier nou nog... Dat ik denk van, oh, dan leuk, dan ga ik die bloemen hier aan de rand plakken. Zou ik kunnen bedenken als ik hem zelf ga maken. Dat is, ja, is wel leuk. Maar dan heb je je sketch wel heel erg veranderd, hè? Dus er zit een kleine leidraad aan. Dus we doen hem zo. Ik denk dat dit het gaat worden. En dan kan ik daar altijd nog maar een blaadje toevoegen als standje. En misschien ga ik zo meteen ook nog eventjes die rubons ergens bij verwerken. En dan kan hier straks nog een tekstje komen. Dus we gaan aan het plakken. Kantstrookje, papierstrookje. Je kunt alles gebruiken. Het gaat erom dat dit dus ook nog een laagje is. Dat je hem niet weglaat, want hij zit er gewoon op als extra. En dit is ook zo'n kartelrandje met een beetje het idee van dat je daar iets mee kunt doen wat je gewoon zelf in huis hebt. Oké, ik ga randjes beinkten, want dat vraagt het papier nog wel om even nog een randje, een distressrandje te krijgen van inkt. Dat is zo. Ja, kan trouwens gewoon helemaal uit elkaar. We hoeven niet op te letten van hoe het neerkomt, hoe we het neerleggen. Want we leggen het neer zoals het hier ligt. Ik zal even niet als een malle gaan zitten beinkten. Soms lijkt het echt net op dat ik in speedversie sta als ik aan het inkten ben. Hè. Zo snel ga ik dan... Als je naar het blog gaat, dan staat er rechts aan de zijkant een banner. En daar staat op challenge. Als je daarop klikt, dan kom je bij de pagina van deze challenge. En daar staat dus deze als eerste. Wacht heel eventjes. Ik ga heel even wachten. Hè? Ik ga eens heel eventjes kijken of ik jullie zo iets beter kan helpen. Even zien hoor. Hobby Vision. Oh. Hobby Vision. Kan ik dit zo? Nou zie ik. Ah ja, moet ik eventjes daar kijken. Nou, je gaat. Ik doe dat nou heel eventjes op mijn tablet. Ik kom nu naar de pagina van het blog. Zo, dit is de startpagina. Ik wacht heel eventjes tot... Ja, ik heb de iPad in beeld, dat jullie het kunnen zien. Nou, hier staat dan al elke keer als je zo scrolt. Ja, hier staat Jeannette, heeft vandaag een voorbeeld erop gezet. Die is er om 4 uur op gezet, dus vandaag hebben we er 2. Oh, ik was er vandaag zelf trouwens. Oh, dat was ik vergeten. Kijk, ik had vanochtend de beurt voor een blog. Dus mijn eigen blog staat hier. Nou, dat is leuk, kan ik daar eventjes laten zien. Hier staat mijn blog van vandaag.
Dus dit is een kaart wat jullie nog niet gezien hebben, want die stond verstopt op het blog. Zo kan je elke dag, als je zo scrollt, heeft elk designteamlid heeft daar een berichtje voor jullie op staan. Maar goed, we gaan gewoon meteen bovenaan. Als je hier bent, hier staat het bannertje. Challenge. Elke 20e van de maand. Daar klik je op. Nou, dan moeten we heel even wachten. Kijk, challenge 130 sketch. En dan staat hier een beetje de uitleg. En dan staat hier het plaatje. En dit plaatje kun je dan, als je op de computer zit, kun je hem opslaan of kopiëren naar Word. En dan kan je hem zelf uitprinten. Kijk, en dan staan hier de voorbeelden. Je kunt als prijs winnen een 10 euro waardebon voor de webshop. Maar je kunt ook als guest designer uitgenodigd worden. Dat was deze keer Ellie Boy. En hier staat Mirjam met een voorbeeld, Corrie met een voorbeeld, Grietje met een voorbeeld, Tiets met een voorbeeld, mijn voorbeeld en Lisanne Bakker met een voorbeeld. En Rianne had dan ook nog, wat ik al liet zien, een pagina daarvan gemaakt. Dus dit is, er heeft nog niemand een fotootje ingezet, maar ja, hij is natuurlijk ook pas net gestart, hè? Kijk, en hier staat hier challenge kaart plaatsen. Als je geen blog hebt, daar kan je weer op klikken om uit de uitleg te zien. Maar dan ik hoop dat ik het zo een klein beetje duidelijker heb uitgelegd. Het is eigenlijk zonde dan, want wij steken best veel tijd in ons blog. En dan is het eigenlijk jammer dat die niet gevonden wordt, hè? Even kijken hoor, nou zit ik intussen hier niet meer goed. Nee, je moet wel om aan de challenge mee te doen, moet je het wel vanuit de laptop doen. Want anders kan je die link niet kopiëren. Of het moet zijn dat wij dat kunnen doen. Dat wil ik best wel voor je proberen, Jolanda. Als jullie de foto in de groep zetten van je kaart. Dat ik bijvoorbeeld jullie kaart dan via die link die daar staat erin kan zetten. Dan weet ik niet of dat kan. Dat wil ik best proberen. Even back to business. Even kijken. Meer reclame maken voor jou voor het blog. Ja, nou, dat hebben we dus bij deze gedaan, hè? Ja, want zo'n blogbericht maken, dat is best veel werk. Want dat zijn altijd foto's die wij daar dan op zetten. Nou, die maak je zelf met je creatie. De foto's, dan moet er je watermerk in komen te staan. Nou, dan moet je nog je berichtje typen. Daar zijn wij best wel even mee bezig met zo'n berichtje maken. En dat is leuk om te doen. En dan, ja, het zou jammer zijn als we doen als er bijna niemand kijkt. Ja, als je er eentje maakt, Jolanda, dan hou ik het in de gaten dat ik hem tegenkom. En anders stuur je hem even een privéberichtje dat hij in de groep staat. Dan wil ik wel proberen of dat lukt. En voor anderen geldt dat uiteraard ook, hè? Nou, hier zitten nog van die tandjes aan. Die halen we er even af, dat is wel zo netjes. Die cirkel ga ik zo laten. Die. Nou, dan gaan we weer opnieuw alles neerleggen. Ja, dat is natuurlijk wel elke keer nu. Dat je elke keer aan het passen bent, aan het kijken bent. Nou, het is wel echt heel leuk om te doen met zo'n sketch. En weet je wat ook leuk is? Als je nog niet zo lang kaarten maakt, dan leer je op deze manier ook laagjes bouwen en clusteren. In het begin ben je nogal geneigd om overal en nergens wat te plakken. Of maar enkel te plakken. En zo leer je eigenlijk steeds meer techniekjes. Vind jij het vervelend dat je kaart te zwaar wordt, ja, dan is een sketch niet per se
de ideale manier om een kaart te maken. Want ja, hij gaat wel wat wegen door al die laagjes. Ja. Ik leg het even zo weer neer. En deze die kwam zo. Dan heb ik alle laagjes een randje inkt gegeven. Dus dan gaan we een aantal dingen plakken. Oh, ik heb altijd de walnutsteen. Als je mij ziet beinkten, dan is het altijd walnutsteen. Vind ik net ietsjes donkerder dan de vintage foto. Even zien. De cirkel. De cirkel die gaan we alvast plakken. Want die kan hier zodat die bloem er doorheen komt. Dus daar hoef ik verder niks meer aan te doen. Daar hoeft ook niks meer op of onder. En op kan altijd trouwens, maar eronder. Niks meer ondergeschoven te worden. Dus deze gaan we hier plakken. Zeg maar eigenlijk een beetje het midden. Dan heb ik hem nu zitten. Ja, daar heb ik ook wel eens dat iemand inderdaad aan het inkten is. En dat geluidje van op het papier op een ander moment komt. Hè? Dat heb ik, ja, herken ik. Deze ga ik ook alvast plakken. En dat vind ik dan wel leuk als deze even... Nee, deze kan hierop. En dan plak ik de andere met een tapeje. Met een foamtapeje. Dus deze gaat hier erop. Via de iPad kun je volgens mij alleen maar meedoen als je een blog zelf hebt. Ik denk dat je dan wel je foto in het blog kunt zetten. Maar via alleen een iPad, je hebt inderdaad, je moet wat kopiëren en plakken. En dat kan volgens mij alleen maar met een laptop inderdaad. Maar goed, je kunt ook zeggen, ik vind het wel leuk om die sketch te maken en ik doe niet mee aan de challenge. Dat kan natuurlijk ook nog. Maar ik wil best kijken of ik hem... Of ik hem erop kan krijgen voor degene die dat mee willen doen. Even zien. Deze zit dus ook op die groene. Hè? Dus die moet zo. Nou, ik denk dat ik deze zo wil hebben. Nou, wat doe ik dan altijd? Ik pak een plakbandje, want anders blijf je aan het schuiven en aan het doen. En dan ga ik, zonder dat ik al te veel... Het verschuif. Ga ik hier eventjes een plakbandje plakken. Want dan ligt het. Dan blijft het even liggen. Want ja, je bent constant anders hetzelfde aan het doen. Tot je het vast hebt geplakt, hè. Dus deze gaan hier. Deze komt dan zo hierboven. En dan komt dit randje hier zo onderuit. Dan zie je toch het randje nog, want hier komt dan een bloem. Ja, ik ga het zo plakken. Dus deze... Oh, wacht, mijn lijmpistool ondertussen aanzetten. Even zo. Ja, via je eigen blog iets op Hobbyvision posten, daar heeft Tiets van de week een berichtje over getypt. Liever niet door middel van delen, want dan komen de foto's een beetje raar in de groep te staan. Dus je mag wel een link van je eigen blog erop zetten. Maar liever gewoon de foto echt rechtstreeks zoals je normaal ook een foto post. Maar als je aan de challenge meedoet, dan kan je volgens mij vanuit je eigen blog wel je creatie op die eerste pagina zetten. Ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik... Vroeger toen ik nog niet in een designteam zat, dan deed ik altijd mee via de link van ik heb geen blog, want die had ik toen al niet. Nee, die cirkel heb ik niet beïnkt. Dat heb ik niet gedaan omdat ik de buitenkant ook niet heb beïnkt. Dus dat vond ik dan niet zo erg. Die mag een beetje zo erin wegvallen. Ik vind het leuk als die kaartjes door de inkt omhoog komen. Goed opgelet inderdaad. Dat had ik niet gedaan, dat heb ik ook niet gezegd. Nou, deze die komt hier. En dan kan ik deze dadelijk doen, die plak ik later op, want dan moet eerst nog een bloem onder, hè?
moet allemaal wel een beetje verstand hebben van computers eigenlijk, hè, als je die dingen. Het is niet altijd even makkelijk. Maar we proberen jullie te helpen. Die extraatjes, die knippen we eraf. Hop. En hop. En zo. Deze, die doe ik eventjes met een foamtapeje. Dan komt die ook nog iets hoger erop te liggen. Ik hou er altijd wel van, een beetje van diepte op de kaart. Ja, gewoon alle DT-leden zijn bereid om te helpen. We zullen niet altijd meteen reageren, want ja, wij hebben natuurlijk ook gewoon ons eigen werk en werkzaamheden. Maar we willen altijd helpen als er vragen zijn. En ik dacht inderdaad, laat ik eens hier in de live eens wat aandacht eraan besteden. Dan kunnen we de vragen misschien meteen beantwoorden. En dat blijkt ook. Ik ga dit bloemetje even. Maar volgens mij heb ik. Ja, ik heb de foamtape expres een beetje van de kant afgeplakt. Zodat ik hier ruimte heb om er wat onder te schuiven. Die zal ik ook nog heel even voor de zekerheid nog wat extra natte lijm geven. Dan kan ik nog schuiven als ik schuin ga plakken. Nou. Zo. Oh, wacht. Ik wilde hier misschien nog een ruppel. Maar dat kan ik nog. Dat kan nog. Ja. Is mijn lijmpistool al heet? Nou, graag gedaan. Het is altijd leuk om... handige tips te geven, hè? Nou, dit bloemetje, die mag gewoon hier in de hoek. Dan is dit dus, in plaats van een vlinder, komt er een bloem op. Die plak ik hier vast. Zoals jullie weten doe ik graag met het lijmpistool mijn spulletjes opplakken. Dan krijg je ook nog een beetje meer diepte. En dat zit zo niet helemaal vast, hè? Gewoon lekker een dropje. Dan beweegt er nog wat op de kaart. Deze die komt hieronder. Ja, die zit dus een beetje op die splitsing. Ik ga het nu echt bijna hetzelfde namaken als hoe de sketch is. Alleen heb ik in plaats van een vinger dan een bloem. Die moet eventjes onderschuiven. Dat was dan toch net handiger geweest. Als ik dat had gedaan voordat ik had geplakt. Maar lukt nog. Zo. En dan had ik hier nog. Een bloemetje. Ja, en dit is dus ook weer als je... je hebt helemaal niet veel designpapier nodig. Dus als je het zonde vindt om in je designpapier te snijden. Dan heb je eigenlijk met een paar velletjes al een leuk kaartje. En de rest kun je dan nog bewaren als je er om naar te kijken. Ja, want daar kunnen wij goed, hè, naar ons designpapier kijken. Nou, hier komt dan nog een tekstje. En dan is eigenlijk ja, de basis gedaan. Maar ik ga nog heel even kijken. Want bij deze lijn, de blossomlijn, zit ook nog hele leuke ruppels. Er zitten nog vlinders bij. Dit had ik ook kunnen doen. Ik had ook zo'n randje op papier kunnen doen. En dat als rand gebruiken. Hier zitten deze... Ik heb het op de kop liggen. Hier zitten die leuke spetterdingetjes nog op. Dit zijn ook nog leuke tekstjes. En voor leuk op tekst. Blaadjes en bloemetjes. Dus leuke ruppels. Dan gaan we eens even kijken of ik dit... Oh, deze bloemen die zijn van wit papier inderdaad. Gewoon kopieerpapier. En met... Even kijken, ik heb hier niks meer... Ik kan daar nog wel even... Het is toch geen... het is nog geen tijd. Ik kan daar nog wel eventjes maken. En daar heb ik de Distress Oxide Picket Raspberry voor gebruikt. Om ze op de kleur te brengen. Ik zal er daar nog een paar maken. Ik heb het hier liggen.
heel eventjes nog kijken of ik iets toe ga voegen aan mijn... Het is misschien wel leuk om er nog een vlindertje aan toe te voegen. Ja, wit en met roze bewerkt inderdaad. Ik ga er nog heel eventjes een vlindertje op zetten. Gewoon omdat het kan. Die mag hier nog in het... Eventjes hier dit stukje ook afknippen. Dan kan ik hem dicht tegen de bloem aanleggen. Ik was helemaal niet bekend met die rubons. Het werkt wel heel erg leuk. Moet ik zeggen. Dus het witte velletje haal je eraf. Je knipt dus het stukje wat je... Het plaatje wat je het wil hebben, knip je. Dan moet ik even kijken of ik hier kan wrijven. Omdat ik hier de foamtape onderop zet. Maar dat zal wel gaan. Dit wrijfdingetje zit in het setje erbij. En dan is het net als vroeger met die... lolly stickertjes. Wat je op je... Of kauwgom stickertjes. Die je op je arm kon plakken. Dan moest je dan wat maken. En dit is het gewoon wrijven. Als je hard genoeg gewreven hebt, dan heb je dus heel je vlinder in je kaartje staan. Hoe leuk! En deze zijn dus ook van deze lijn. Allemaal van de Blossom lijn van 49er Market. En zo is het eigenlijk net omdat die in het designpapier zit. Even zien. Ik denk dat ik deze spetter ook nog wil. En zo kan je dus nog je designpapier een beetje opleuken. Hè? Spetter mag hier nog. Nog een beetje extra roze, omdat die nog niet roze genoeg is. Oh ja, ik heb ook nog takjes. Oh, ik ben nog helemaal niet klaar. Oh, maar het is ook nog helemaal geen tijd. Ik heb nog alle tijd. Nou, heb ik ook de rubons gebruikt. Tja, dat is dan ook weer iets voor mij om daar aan te schaffen en dan vervolgens niet te gebruiken. Maar gewoon doen. Want anders is het echt zonde van je geld als je het allemaal maar aanschaft en je doet er niks mee. Nou, graag gedaan als er al mensen zijn die vertrekken. Ik vond het weer gezellig dat jullie er waren. Ik ga nog wel even door, want hij is nog niet af voor mij, naar mijn gevoel. Ik ga eventjes nog laten zien aan jullie. Welke bloemenmal ik gebruikt heb. Dat is dezelfde als vorige week met mijn blauwe kaart. Deze. Ik zal hem een grote voordoen. Trouwens, ik kan hem helemaal wel maken. Dat is de 1950 Florals 14 van ECD. En... bij deze, bij die had ik dit plaatje gebruikt. Dan kan ik dit plaatje nog wel een keer gebruiken. Die komt hier ook vanaf. Of niet, even kijken. Nee, die is van de 1951 Florals 15, het blaatje. Gaan we daar nog heel eventjes laten zien hoe ik de bloem maak. Als je naar de live van Sabine hebt gekeken, dan is het al niet helemaal nieuw. Omdat dit is weer hetzelfde kopieerpapier als wat ik van de week gebruikt heb voor mijn Jelly Prince. Dat is gewoon iets dikker kopieerpapier. En die stans ik gewoon even dubbel uit. En dan ben je niet... ben je niet constant aan het stansen. Kijk, dat gaat makkelijk. Dan komen ze er alle twee uit. Eventjes uit elkaar halen. Kijk, heb je meteen twee bloemetjes. Deze heb ik maar eentje nodig. Dan maak ik even één bloem. Oh, wacht even, kijk. Ja, daarom laat ik nu eventjes zien dat je ook kunt... dit stukje heb ik al eens... Met de tools die we al, waarschijnlijk wel allemaal in huis hebben. Die gewone bolletjes, deze... Laat ik even zien dat je daar ook leuk bloemen mee kunt vormen. Hè? Ik heb natuurlijk ook die Susan's Garden set. Die heb ik ook. Die maakt absoluut
Hele mooie bloemetjes. Maar het kan ook met deze, hoor. Leuk dat de sketch op deze manier in, onder de aandacht is gekomen. Ik zal eens vaker, als ik zo even niet weet wat ik voor live wil doen, dan heb ik bij deze een idee dat ik dan gewoon een sketch ga opzoeken. En dan kunnen we samen een leuke kaart maken op die manier. Even kijken, ik krijg hem er niet uit. Oh ja, en inderdaad, ik zet straks een foto van mijn kaart op in de groep. En daar zet ik ook de link naar de webshop in met mijn lijstje van gebruikte spullen van vandaag. Nou heb ik wel de bloemen gelinkt en de distressoxide gelinkt, maar niet... niet het materiaal om bloemen te maken, zeg maar. Die te vormen. Goed, dat kan ik straks nog wel doen. Dit gaat heel even aan de kant. Nou, wat doe ik? Ik heb ze dus uitgestanst. Ik pak eventjes een craft sheetje. Of je kan het op je glasblad doen. Of net wat je hebt. En je wrijft aan de rand van de bloem de inkt. Kan met memento. Kan met oxide. Kan met gewone. Dat is echt met die van de nieuwe van Studio Light. Welk inkt je ook maar hebt. Kan dit. Het leuke op deze manier is dat je de bloemen kunt maken bij passend bij je kaart. Ik had de bloemen ook kunnen stansen van het roze uit dit blokje. Had ook gekund. Dan hoef je ze zelf niet op kleur te brengen. Dus gewoon voorzichtig vanaf het randje een beetje roze. En je kunt veel, weinig roze, dat kan je dus zelf bepalen. Dit gaat even aan de kant. Ik heb zo'n matje van Marianne Design. En ik heb dan deze bolpennetjes. En dan ga je op deze manier aan de achterkant. Je bloemetjes vormen. En als je ze dan omdraait... Dan zit er de vorm in. En dan kan ik bij deze pak ik het kleinere bolletje. Nou, dan kan je ze al op elkaar plakken. Meer is het eigenlijk niet. Dus deze bloemetjes zijn best snel en simpel gemaakt. Je doet de ene laag op de andere. Beetje zodat ze verspringen. Hè? Nou, tadaa. Hij is klaar. Ik heb daar nog van dit standje het hartje in gemaakt. En dan heb je deze. Zo simpel is het eigenlijk. Maar we gingen nog blaadjes stansen om de creatie af te maken. Nou, dan is dit natuurlijk het groenste velletje wat hierin zit. En dat maakt niet uit, die gaan we wel een beetje bewerken met bruine inkt. Ik ken die bloemen die Sabine maakte, dat deze dan nog water op spuiten. Omdat zij het papier gebruikte van ECD. De flower shaping of hoe noem je die dingen. Ja, dat gaat met dit papier iets minder makkelijk, omdat het natuurlijk maar dun kopieerpapier is. Maar het blijft zo wel staan, hoor. Dus dit is echt een beetje de snelle versie van bloemen maken. Nou. Dus even zien wat ik het leuk vind. Ja, ik denk dat ik het zo doe. En dan krijgen deze geen takjes. En omdat ik de bloemblaadjes ook iets verder eruit wil zien springen, maak ik die randjes ook een beetje bruin. Dan heeft hij net ietsjes donkerder kleurtje dan mijn groene velletje hier.
Ja, maakt het meer af, hè? Ja, vind ik ook. Nou ben ik toch wel van graag van alles op een kaart plakken. Maar wat ik zeg, hij lijkt nog steeds op de sketch, hè? We houden onszelf nog steeds goed aan de sketch. En dan mag het zelfs nog een beetje een iets kleiner blaadje zijn. Dus dan doen we gewoon zo, hè? Want ik wil natuurlijk dat het randje ook nog zichtbaar is. Dan gaan we nog even deze opplakken. Dat doen we nou even met een beetje gewoon. Waar is mijn. Even hier maar mee. Even mijn blaadje optillen. Kijk, jullie zien hè. Ik heb hier alleen maar inkt gedaan aan het onderste stukje van het blaadje. Plak niet echt heel dat blaadje vast plat erop. Zo. Ja, die soft finish kartstok. Ja, zo heette dat, ja. Klopt. Ik pak nog heel eventjes erbij mijn zakje. Oeh, ja, bijna gingen daar al mijn diamonds steentjes op de grond. Dan ga ik even op zoek naar roze. Vind ik wel leuk als hier op deze rand nog wat. Zo, dan komen er nog drie. Oh ja, die hartjes van de bloem was een stans. Dat is van 1951, florals 15. En dan zit het kleine stansje, dit kleine bloemetje. Dus dat is een. Maar je zou ook kunnen zeggen van als je zo'n poncho hebt met een klein cirkeltje, dat je die gebruikt. Maar dit is inderdaad nog een kleiner bloemetje. Nou, deze plakken we nog even erop. En dan heb ik weer een kaartje klaar. Ja, de tekst heb ik dan nog eventjes niet bij de hand. Maar dat wordt pas erop gedaan als ik een... weet waarvoor ik de kaart ga versturen. Dat hoef ik eigenlijk vaak. Want dan heb je weer heel veel verjaardagskaarten nodig. En dan weer een hele hoop beterschapskaarten. Of gewoon zomaar kaartjes. Maar dan zou de titel, die kan hier nog komen, hè? Nou, kijk toch eens, wat leuk. Nou, ik heb weer een kaartje klaar met input van jullie. Dat er wat groen bij is gekomen. Dat is toch wel echt heel erg grappig. Want zo, ja, dit zijn overgebleven diamond steentjes inderdaad. Mijn moeder die doet aan diamond painting. En ik krijg de restjes. En die heb ik in een zakje zitten. Die gebruik ik gezellig op mijn kaartjes. Nou, dit was mijn andere kaart met deze lijn. En die had ik dan. Dat was dan deze versie. Dus ja, ik hoop eigenlijk dat ik op deze manier jullie... eventjes weer geïnspireerd heb om aan een sketch te gaan. En ik ben heel erg benieuwd wat er uit jullie vingers komt. Dit zijn de rondjes. Ja, dit zijn de rondjes. Intussen doet ze met de vierkantjes diamond painten. Dus nu krijg ik vierkante steentjes. Maar dan ben ik, ja, ik ben meer van de rondjes, want dat past leuker op onze kaartjes. Hè? Ik vond het ook wel heel erg gezellig. En ik ben blij dat jullie allemaal lekker zijn blijven hangen. Ik zeg tot aanstaande vrijdagavond 19:30. Dan ben ik er weer. En dan gaan we eens kijken wat we dan gaan maken. Dat ga ik nog bedenken deze week. Dus fijne avond nog, fijne week. En tot de volgende keer. Doei!